Leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik je onze bestelling bij de Albert Heijn laten zien. Met de geboorte van onze dochter heb ik een keizersnede gehad, waardoor ik een aantal weken uit de running ben geweest. En tijdens die weken hebben we elke keer de bestellingen via de Albert Heijn thuis laten bezorgen. En dat beviel eigenlijk zo goed dat we dat zijn blijven doen. Ik kies er meestal voor om de bestelling op dinsdagochtend tussen 11 en 1 te laten bezorgen. En dan zijn de servicekosten meestal zo'n €5,95. Ik heb zoiets, voor dat geld ga ik me geen breuk tillen in de winkels. En hoef ik ook niet te stressen om daar naartoe te gaan en daar alles te halen, in tas te doen en weer naar huis te komen. Het wordt gewoon lekker aan huis gebracht. Ideaal. Nu wilden we eigenlijk deze week de allerhande box mee bestellen. En het grote voordeel daarvan is, als je de allerhande box bestelt, hoef je geen servicekosten te betalen. Wordt het dus gratis thuis bezorgd. Daarbij moet je wel opletten dat je minimaal 4 dagen voor je het bezorgd wil hebben, je die allerhande box al moet bestellen. Nou doe ik meestal onze bestelling dus op zondag en wordt die dinsdag bezorgd. Dus voor de allerhande box waren we te laat. Maar we konden wel zien wat de recepten waren die in de allerhande box zaten. Dus we hebben wel de spullen besteld. Dat we in ieder geval gewoon eens kunnen proberen of die recepten iets voor ons zijn. Nou, genoeg gekletste. Ik ga je laten zien wat we allemaal binnen hebben gekregen. Ja, zoals ik net al zei, ik doe dus de bestelling op zondag. Die wordt op dinsdag bezorgd. En dan probeer ik voor heel de week tot en met zaterdag. Nee, tot zaterdag, zo moet ik het zeggen. Om daar alle boodschappen voor te doen. Dat ik dus in principe niet meer naar de supermarkt zou hoeven. Dus ik ga je laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Nou, ik zal allereerst eventjes beginnen met een overzichtje van alles. Let alsjeblieft niet al te veel op de rommel, want er staat ook nog wat andere spulletjes tussen. Maar dit is dus de bestelling van de Albert Heijn. Mocht je mij langer volgen, dan weet je dat wij een dochter hebben van inmiddels 9 maanden oud. En ik probeer zoveel mogelijk vers eten voor haar te maken. Maar als wij op vakantie gaan en zo voor tussendoor als we een keer ergens snel naartoe moeten, dan vind ik het makkelijker om af en toe een keer een potje mee te nemen. Dus zo'n potje tussendoor vinden wij geen probleem en zo leert ze eigenlijk alleen maar meer smaakjes kennen. Dus ja, je zag net al een paar potjes staan. Ik moet erbij zeggen, ze waren deze keer in de bonus. Het was volgens mij 2/2 prijs. En ik heb op 1 potje na, want dat was niet op voorraad, heb ik heel het assortiment besteld. En dit zijn dus potjes voor 8+ maanden. Dus ik zal ze even aan je laten zien. Nou ja, zoals ik al zei, we hebben dus bijna heel het assortiment aan potjes in huis gehaald. Ik heb onder andere de hutspot met rundvlees, kip en broccoli, pasta met ham en wortel, pasta met vis en spinazie, volkoren pasta, broccoli en wortel, rijst met rundvlees en courgette, risotto met erwten en champignon, volkoren spaghetti bolognese, we hebben een stoofpotje met kip en wortel en spinazie à la crème. Dus ja, zoals ik al zei, dat zijn ongeveer alle potjes die er verkrijgen te zijn. En we gaan ze gewoon eens een keer proberen of ze het iets vindt. Dan heb ik ook nog bijbesteld fruithapje met yoghurt banaan en fruithapje met yoghurt mango. Dus kijken wat ze daarvan vindt, want ze heeft eigenlijk tot nu toe nog geen zuivel op. Dus we zijn heel benieuwd. En dan gaan we verder met ja, onze eigen producten. We willen deze week een keer een soort spaghetti gaan eten, een keer een soort noedels. En we hebben zalmburgers met nog iets anders, maar dat ga je zien. De komkommers waren nu 3 voor 99 cent, dus die hebben we even ingeslagen. Ajanoedels, cherry tomaatjes, andijvie kopen wij altijd voor de cavia's, vinden ze heel lekker. Ik heb voor mijzelf biologische maiswafels met zeezout, dat vind ik lekker om wat 's avonds te pakken. Gewoon om iets te knabbelen met wat kaas erop, in plaats van chips of andere niet zo gezonde dingetjes. Even kijken, we hadden ook wat hazelnoten nodig. Buitenbeentjeswortels zijn ook voor de cavia's. We hebben de Kikkoman sojasaus en we hebben dit keer voor de low salt variant gekozen. Dan hebben we nog maiskolven voor de cavia's, vinden ze heel lekker. Lenteuitjes of bosuitjes. Kipdijfilet wilden we een keer proberen in plaats van kipfilet. Shallotjes. Melk. Yoghurt
En deze zijn voor mijn man. Die vindt die het lekkerste. Ik ben dit keer voor de Optimal gegaan. En dan heb ik perzik, citroen en helemaal onder staat Griekse yoghurt met vanille. Tauge hadden we nodig. Wij koken altijd in kokosolie. Dat vinden we heel erg fijn werken. Voor de pasta hadden we nog tomatenblokjes nodig. Hier zit basilicum bij. Noor krijgt de opvolgmelk van de Albert Heijn standaard 2. Daar zijn wij heel tevreden over. En ja, die zorg ik eigenlijk altijd dat ik die twee pakken bestel. Zoals ik zei, zoet aardappelfriet van Avico voor in de airfryer. Een broccoli hebben we. Geraspte kaas. Een zalmburger. Gehaktballetjes voor in de spaghetti. Pak soja voor de noedels. Deze salade die hoorde ook ergens bij. Weet ik even niet meer waarbij. Volgens mij bij de spaghetti ook. Witlof, ook weer voor de cavia's. Voor mij voor door de week lekker een ciabatta broodje. Gember moest ook in het recept, ook bij de noedels. Volkoren brood, want dat willen we Noor nu gaan proberen te voeren. Om het zo te zeggen, eens kijken of ze toch weer wat gekker brood wordt. En lekker voor een tosti en zo. En dan hebben we nog als cadeautje gekregen de Duyvers Unsalted Almonds. Dus amandelen. En Appetina Cooking Cheese Cubes met sun-dried tomatoes. Dus dat zijn de cadeautjes. Meestal krijg je ja, elke keer wel iets erbij om te proberen. Ja, zoals ik al zei, je krijgt er dus meestal wekelijks wel iets bij om te proberen. Soms is het alleen een flyertje met informatie, maar we hebben al een keer een tubetje tandpasta gehad, wat chipjes, niet-alcoholische dranken. En we hebben een keer ook de Bavaria 3.0 gehad, waar nogal het een en ander om te doen was, maar wij vonden hem lekker. En snoepjes en dat soort dingetjes. Je kunt dat trouwens wel aanvinken als je je bestelling plaatst of je dat wel of niet wil krijgen. Ja, wij vinden het altijd wel leuk om dat soort dingetjes uit te proberen. Dus wij vinden dat super leuk dat wij daar af en toe iets bij krijgen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je hem leuk hebben gevonden, geef me dan een dikke duim omhoog. Heb je nog vragen of opmerkingen, die kun je hieronder kwijt. En mocht je het leuk vinden, dan kun je je abonneren op mijn kanaal. Hoe meer volgers, hoe meer vreugd. Ik vind dat ook altijd hartstikke leuk. En heb je je geabonneerd, duw dan even op het belletje. Dan word je ook op de hoogte gehouden wanneer ik weer een nieuwe video upload. Nogmaals bedankt voor het kijken en misschien tot een van mijn volgende video's. Doeg!